maar op het podium. Celine Alvarado, gefeliciteerd. Op een bepaald ogenblik was het mooi om te zien. Bijna twee generaties verschil. Jij samen met Ellen van Looy in de achtervolging. Jij Piep Jong, zij ietsje ouder. Denk je daaraan op zo'n ogenblik? Van ja, ik heb hier nog een hele toekomst voor me. Ik ben het best wel goed aan het doen. Nee, op dat moment denk ik daar niet aan. Ik denk alleen maar aan... Afzien, pijn. Ja, precies. Dat ik een concurrentie voor moet zijn natuurlijk. En ja, dat was het wel een beetje. Maar in dit soort wedstrijden, zonder een Compton, zonder een Sanne Kant, is het wel voor jullie jonge beloftes echt wel... Ja, jullie grijpen de kans om te laten zien wat jullie in mars hebben. Hè? Dat is toch het belangrijkste? Ja, ja zeker. Ik wist dat ik hier een podiumplek kon halen. Daar ging ik ook voor. En met andere wedstrijden waar de hele wereld op eigenlijk aan de start staat, is het voor mij lastig. Ik ben natuurlijk nog jong en iets minder sterk als die oudere vrouwen. Dus dan is het wel zeker leuk om dan hier het ook waar te kunnen maken. Nog een aantal WK's ga je rijden hè, bij de belofte. Wat ambieer je ja, voor Valkenburg bij februari? Het is natuurlijk een eigen land. Dat is altijd leuk. We zijn met een stuk of 5, 6 rensters die kans maken op de wereldtitel. Onder andere ik ook.